Peter Hofstede, we zijn weer begonnen na het kerstreces. Hoe heb jij de eerste seizoen zelf beleefd? Onverwachts gepromoveerd, waardoor er een heleboel dingen zijn gebeurd. We hadden ons eigenlijk ingericht op de eerste divisie. Daar ook een aantal spelers voor gehaald inmiddels. Door de promotie toch een heleboel extra spelers gehaald, omdat we je gewoon nodig hadden in de Eredivisie. En dan hoop je redelijk mee te kunnen en een aantal punten te halen. Uiteindelijk is dat feitelijk niet gebeurd. Maar ik moet wel zeggen dat wij ook niet één wedstrijd echt zijn weggespeeld. Dus we hebben constant wel het geloof gehad dat wij punten gaan pakken. En dat gaan we ook doen. Alleen het dubbeltje is iedere keer net de verkeerde kant opgevallen. Waardoor we nou wel staan waar we staan. En dat is wel zorgelijk. Dus in de tweede helft zullen we toch echt die punten moeten gaan pakken. Maar hoe frustrerend is dat? Dat je niet wordt weggespeeld, maar dat je net die wedstrijden niet over de streep weet te trekken. Nou ja, goed. We hebben natuurlijk twee doelstellingen gehad. We wilden het publiek vermaken, de mensen terughalen naar het stadion. Ik denk dat dat heel erg aardig gelukt is, met name in thuiswedstrijden. Maar het resultaat is wel heel erg belangrijk. Hè. We willen absoluut in de Eredivisie blijven, omdat het verschil Eerste Divisie en Eredivisie eigenlijk steeds groter wordt. En eigenlijk de Graafschap een club is die gewoon een aantal jaren in de Eredivisie zou moeten spelen. Nou goed, dan heb ik met name bij Twente uit een heel vervelend gevoel gehad. Dat was een hele belangrijke wedstrijd waar we de punten hadden kunnen pakken en het eigenlijk hebben laten liggen. En in alle andere wedstrijden denk ik dat wij er alles aan gedaan hebben. De mensen tevreden waren, maar de punten niet gepakt hebben. Dus er moet de tweede helft een soort van omschakeling komen van ja, ook realistisch de punten pakken. En uiteindelijk ook wel mooie wedstrijden voor Schotel op de Vijverberg. Ja, want eigenlijk was de publieke opinie best positief. We brokkelden een beetje af naar die thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en die uitwedstrijd bij FC Twente. Ja, kijk, wij lopen natuurlijk wel elke wedstrijd op de tenen. We moeten het gebrek aan kwaliteit, wat er gewoon is, wat logisch is omdat je ook de laagste begroting hebt in de Eredivisie, moeten we compenseren met vechtlust, met strijd, met inzet. Nou, dat doen we denk ik heel erg goed. Ook het voetballende gedeelte is soms best aardig. Maar ik snap wel dat de mensen op een gegeven moment ook zeggen van ja, maar we moeten punten pakken en we staan onderaan. En zoals het er nu uitziet gaan we misschien wel degraderen en dat vinden de mensen niet leuk. Dus je moet het gevoel van de mensen wel vast gaan houden en daar moeten we wel hard aan werken de tweede helft ook. Dan heb je ook nog pech dat je tegen wat vervelende blessures aanloopt. Dien Koolhof al vrij vroeg in het seizoen eruit, Thijs Bouma, Jan Lammers al vanaf oktober niet inzetbaar. Dat komt er dan nog een keer bij. Ja, Ted van der Pavert die in het begin ook nog eens een keer langdurig eruit was. Dat helpt niet. Zeker niet in de situatie waarin wij zitten dat we maar een smalle selectie hebben, kwalitatief gezien. Maar goed, dat zijn dingen waar je mee te maken hebt. En ik denk dat we daar aardig mee zijn omgesprongen. Jan is niet in paniek geraakt en heeft met jongens gespeeld die we wel hebben. En die hebben het ook redelijk gedaan. Alleen zie je wel dat je soms gewoon wat kwaliteit tekort komt. Hoe gaat het nu verder? Je hebt een speler van FC Utrecht gehaald, Mark Diemers. Die wordt gehuurd tot de rest van het seizoen. Komt er nog meer bij? Ja, we hebben natuurlijk constant geroepen dat we een aanvaller en een verdedigende middenvelder wilden halen. Omdat die twee posities eigenlijk ingevuld worden door spelers die daar eigenlijk niet horen te spelen, met name het middenveld. Nou, daar hebben we nou Mark Diemers voor gehaald. Ik denk dat dat een goede versterking voor ons gaat zijn. En we willen toch nog wel een aanvaller erbij, omdat we toch ook wel moeite hebben met scoren, simpelweg. En ben je er al mee bezig? Want je bent nu hier in Turkije. Moet je niet ergens anders zijn in de wereld? Ik moet zeggen dat het heel prettig is dat ik hier nu bij de ploeg ben en bij de staf ben. Kijk, transfers gaan tegenwoordig. De transfer van Mark Diemers is gewoon via hier gegaan. Dat gaat via de mail en je zet de handtekening eronder en je scant het en je mailt het weer terug. De koppeling is nu heel makkelijk naar Jan Vreeman terug. Wat gebeurt er, wat loopt er, wat speelt er, wat vinden we ervan? En dan kunnen we heel snel beslissingen nemen. Ik ben blij dat ik hier ben en we zijn wel heel druk om een aanvaller te zoeken. Ik besef me ook wel en wij beseffen ons ook wel dat dat de moeilijkste opgave gaat zijn. Wat doe je verder hier buiten de gesprekken met Jan Vreeman? Er is veel contact nu met zaakwaarnemers. Die willen natuurlijk ook spelers aanbieden of wat dan ook. Ik zie wat wedstrijden die hier gespeeld worden op het complex of hier in de buurt. Dus ik vind het wel nuttig allemaal hier. Hoe denk jij dat wij nu die tweede competitiehelft zullen gaan spelen? Wat gaan wij nog bereiken? Ja, wat ik hoop is dat op de eerste plaats de mensen blijven boeien op de Vijverberg. Dat is heel erg belangrijk. En dat we toch met hopelijk twee aanwinsten ook de punten gaan pakken. Ik vind dat we het redelijk gedaan hebben de eerste seizoenhelft. Nooit weggespeeld, maar de tweede helft moet daar een stukje resultaat aan gekoppeld worden. Hey superboer, heb jij jouw halve seizoenkaart al? Kijk op www.degraafschap.nl voor meer informatie.